Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier bij het 90-jarig jubileum van Baronie uit Breda, de voetbalclub. We gaan praten met wat prominente mensen uit het verleden en vanuit het bestuur. Ja, en we gaan ook eens kijken wat er dan uit de lucht komt vallen. Ja, daar gaan ze komen, dames en heren. Let u op. De landing wordt ingezet en daar komt waarschijnlijk het jubileumboek mee. Als ik het zie, daar is dat onze Ruud de Mulder. De band van de kantine, dames en heren. Mag ik een geweldig applaus voor deze duo-sprong. We zijn anderhalf jaar geleden bij elkaar gekomen als jubileumcommissie en we zijn anderhalf jaar bezig geweest om de festiviteiten voor het jubileumjaar met elkaar te organiseren. Nou was er op 16 april iets en op 16 juli en vandaag is de belangrijkste dag, zei u. Ja, en eind april hebben we een Ladies Day gehad voor alle meisjes en dames op Baronie. En ook meisjes en dames die bij Baronie willen komen voetballen. Damesvoetbal is erg groeiende bij Baronie. En vandaag is een hele belangrijke dag. De echte verjaardag van Baronie, 90 jaar, de granieten verjaardag. Met een reunie en een feest en parachutisten die uit de lucht komen vallen met het eerste exemplaar van het jubileumboek. Wat is er nog meer te verwachten? Een wedstrijd ook naderhand nog tegen NAC, hoorde ik? Ja, na de parachutisten is er om 4 uur een wedstrijd tussen de kampioenselftal van Baronie, de landskampioenen van Nederland, van het amateurvoetbal, uit 1997 en 2001. En die gaan de strijd aanbinden tegen elkaar. En daarna is er nog een groot jubileumfeest in de feesttent hierachter. U bent voorzitter van? Van Baronie sinds 2,5 jaar. Ik heb gehoord dat u de zaken erg goed op een rij heeft gezet. Dat mag ik hopen. Tenminste, ik denk dat het zo is. Ja. We krijgen de zaken steeds beter op een rijtje. En ik ben er vanuit het verleden, en dat is misschien wel bijzonder. Heel vroeger was ik supporter van Baronie. Stond ik hier aan de lijn. Ik hoop dat ik vandaag een aantal oude bekenden zie. En toen ben ik eigenlijk wat gaan zwerven door het land heen. En later ben ik hier weer teruggekomen. En eigenlijk ben ik dus ook geen partij. Je hebt in clubs nog wel eens een keer de ene partij of de andere partij. Daar had ik weinig last van. U bent al 60 jaar lid. Ja, ik zit al 60 jaar bij deze mooie vereniging. Ik ben met mijn 11e mocht gepast lid worden. En toen ben ik begonnen in Baronie 14. En van lieverlee ben ik daar blijven hangen. Ja, want al 60 jaar is al heel lang blijven hangen, toch? Dat is positief. Ja, dat is zeker positief. Tot heden ben ik dus meegekomen. Vanaf de Fatimastraat naar de Blauwe Kei heb ik ook op film staan. Dat zien de mensen straks allemaal in de tent. Heb ik ook collage gemaakt. Hier liggen wat boeken. Kunnen deze mensen allemaal in kijken. En de bekende kast waar alle mooie schalen staan. U bent het oudste lid van Baronie. Ja, volgens administratie ben ik het oudste lid van Baronie. Ja, klopt. Wanneer was dat? Ik denk dat ik in 1949 als jeugdspelertje dus gescout ben op een voetbaltoernooi hier in Breda, een schoolvoetbaltoernooi. En van die tijd af ben ik bij Baronie gaan spelen. Ik denk, maar ik weet niet helemaal zeker, dat ik in 1959 ben gestopt. En u zit er nu weer bij, maar nu wegens uw kleinzoon? Ik ben weer teruggekomen bij Baronie, op het Baronieterrein, op de nieuwe Blauwe Kei. Ik heb nog veel gespeeld op de oude Blauwe Kei, zeg maar. Mijn kleinzoon, die ging bij Baronie spelen. Nou, dan als opa ga je dan dikwijls naar die wedstrijden kijken. Dat vind je natuurlijk fantastisch, vind je mooi. En ja, dan loop je toch weer oude bekenden tegen het lijf. Die vragen, kun jij misschien iets voor de club betekenen? Thijs, Fajik, Luc en Finn, dames en heren. Uw applaus voor de F4 van Baronie. Een voetbalclub in het zuiden, in de mooie stad Breda. Waar de leden eensgezind zijn, jong en oud, ze gun dat na. In de kleuren der vereniging, goed
leeg. Kijk maar, wij zijn zelf ook leeg. Lange reunie, leuke dag. Vooral de parachutisten vond ik leuk. En heel veel mensen die plezier hebben gehad op de reunie van Baronie, 90 jaar uit Breda.